Nou, welkom bij weer een nieuwe Love Hashtag Cody Live vandaag. Veve en Hoogland. 55 kuub. We hebben twee nieuwe DMS 30 kuubs ingezet. Hopen dat morgen de UV-units binnenkomen. Kunnen de UV-lampen er ook in. Nou, dan is het even wachten op de luchtpompen van de week. Kantlen zitten in een bewegend bed. Dan is het klaar. Ik heb net proef gedraaid. Dat doet het allemaal. Zou je het even laten zien? Zo is het even lastig te zien. Maar komt daar onderuit. Twee pompen. Nu is het even tijdelijk DMS 30. Straks worden dat de nieuwste Prime serie. Maar die zijn dus op het moment nog niet leverbaar. Zoals een heleboel dingen van de corona. Nou, aan die kant komen morgen dan de twee dompel amagaantjes in. Nou, maar nu een wat minder erg voor vandaag. Ik ga er even in. Want die deksels moeten nog eventjes teruggelegd worden. En dat die slang er weer netjes in zit. Dus, want die staan scheef zoals je ziet. Dus daar moeten we er even voor in. Gaat hij weer. Goed is, staan ze nou mooi. Het is niet anders. Zo, nou, dat zit erin. Ik zou morgen ga ik terug voor de UV's wat ik zei en wat kleine dingen labelen en het even laten draaien in bypass modus. Ik heb nou de kraan aangezet dat hij de vijf kan vullen. Bodem in de deksels weer recht gelegd, lucht goed aangezet, aangepast zeg maar, want die zaten er tussen. Dat heb je kunnen zien. Dat is wel het voordeel dat het nou vandaag lekker warm is. Nadeel is echt zeg maar dus de leveringen van de spullen, de UV's ook. De
hoop dat we ze morgen binnenkrijgen. Als we ze morgen binnenkrijgen, kan ik ze er morgen nog in plaatsen. Anders dan wordt het begin in midden volgende week. Want volgende week zijn we ook een aantal dagen in Vreeland vijverbouw. Fingers crossed, morgen. De eerste zending trommels, die zouden de woensdag al zijn. Wat nou morgen? Alle dagen bellen. Maar goed, als het goed is komen er morgen van de Sibo ook nog een heleboel PVC en andere troep binnen. Maar ha jongens. Dus nu krijgen wij, waar wij al zeiden, waar we bang voor waren, de gevolgen van de corona echt te merken. Dus achterstand in leveringen, materialen en dergelijke. Maar goed, komt ook wel weer goed. Alles duurt gewoon wat langer. En als iedereen een klein beetje met elkaar een beetje dat oppikt, dan komt dat ook wel goed. Vandaag nog een mooi gebaar gehad van iemand die had, hadden we een pomp voor gefixt. Zijn pomp was kapot, de DM. En of die gaf storing. Nou, super bedankt voor al het snoep. Daar doe je me echt plezier mee. Daar ben ik echt helemaal fan van. Zo, dat zit erin. Dus de UV is er binnengekomen. Daar heb je ze hangen. Beide netjes aan de trommel. Ik doe de UV even aan. Twee stuks netjes boven elkaar. Nou, de nieuwe DMS. Twee stuks 30 kuub daar. Je ziet nu dat de bodem erg vies is. Ik heb net even de bodem erin eens losgetrokken. Dat gaat met donderend geweld. Die achterste laat ik nog hier licht losstaan. Omdat ik ook bij bleef vullen, zeg maar. Je ziet allemaal zwart en dood water. En van het weekend wil hij er al een vis in doen. Dus ik denk, laat ik maar een beetje extra spoelen. Nou, dat facetje wat daar zo zit is voor de nieuwe Prime versie. Hè? Had ik je uitgelegd. Skimmetjes lopen meer. Die trekken nou nog niet zo heel hard natuurlijk, maar twee skimmers. Nou, even mooi vol. Op naar de volgende.